Nou, eindelijk is het weer een nieuwe dag. Gisteren was het echt zo saai. Ik zweer, hè? We hebben zelfs niet opgenomen, zo saai was het. Er gebeurde helemaal niks. Niemand praatte, zelfs kakten ze niet. En waarom is het zo bijzonder als ik niet praat? Echt niet normaal. Iemand, bro, mij boeit het helemaal niet. Ik bedoel, iemand, bro. Dat nu weer? Ik bedoel, het boeit mij echt helemaal niks. What? Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje fijn soms even een dagje rustig. Ja, het is ook wel voor mij een beetje fijn dat ik ook een keer rust heb. Ik bedoel, ik kan niet elke dag echt gaan waken over de kudde. Ja, een dagje rust kan ik inderdaad ook wel gebruiken. Hoi paardjes, ik heb een nieuwe pony. Ze heet Dusty. Ik heb haar nu nog niet meegenomen. Het is echt een super lieve pony. En ik doe het even op de plek van Daisy Dragon. Omdat ze dan, ja, gewoon, ja. Ja, wordt ook wel eens uit, hè, Daisy Dragon. Oké. En waarom heb je nou een cross-truitje aan? Het is een crosspony. Ik heb net gereden. Maar, ja, dat was op een andere pony. Dat was zo'n testritje op een andere pony. Het is een Wels, maar gewoon, ja. Oh nee, zeg niet dat het Coffee Lord is. Nee, deze is echt anders. Oké. Ik breng je even weg. Oké, doeg. Nou jongens, dit is Dusty, een Wels pony, dressuur en cross. Ze was echt heel duur. Trouwens, echt heel duur voor een Wels, maar goed. Ik heb ook dit super luxe halster of hoofdstel bijgekregen. En ja, dus dit is Dusty, het is een kleinere pony. Dus een Wels. En ja, hopelijk gaan jullie haar leuk vinden. Zo, Dusty. Veel plezier in je nieuwe stalletje. Doei, paardjes. Veel plezier met Dusty. Oké, Dusty. Ik ga je niet gaan. Oké, hoi allemaal. Ik Dusty ben. En ik super blij. Oh, hallo, ik ben Snowchampje. Oh, jij pony ook. Ja, wow, je bent echt klein, Dusty. Jij groot ben. Jij groot ben. Oh, wat een schattige kleine pony. Wow, wat doet hij nou? Hij gaat gewoon onder mij langs. Jij super groot ben. Oh, ja. Wajo, dat jij zo gewoon al professioneel crosser en dresseur bent en zo'n taaltje spreekt. Oh, ik het dresseer kunnen. Kunstje. Ja. Gelukt. Oh, het Sammy. Mario, en aan de andere kant van de stal staat Firechild. Jij gaat die vast en zeker leuk vinden. Ik kijk Firechild naar. Wee, Firechild. Oh, hallo, ik ben Firechild. Wie ben jij? Ik Dusty ben. Oh, je bent echt klein. Ik weet het al. Je hebt wel een grappig stemmetje en een grappige manier van praten. Oh, hallo, ik ben een robot van planeet Earth. Nak, nak. Oké, robot planeet Earth van. Weer zo'n pony die denkt dat hij schattig is. Hopelijk komt hij niet naar mij toe. Die heeft me nu al door. Echt zo irritant. Ze hebben wel gelijk hoor. Ik ben gewoon een normaal paard. En ik kan echt heel goed dresseur. Ik ben dan ook wel 6 jaar oud nu. Wat ben je voor Gio man of zo? Of nee, dat is gemeen. Gio is niet zo. Maar wat heb jij voor uitpuilende ogen? Hé, hey, wees stil jij. Irritant paard. Wacht, wat? Wachten. Wow, je bent echt een goede dresseerpony. Hoe oud ben jij? Ik mag niet zeggen van mijn mama. Oh, je bent
nog een heel jong paardje. Welkom op deze stal. Je zit trouwens vast in de video van Emma. Oh, leuk! Boeit me niet. Stom! Ik mij vervelen! Vensterbond! Hoi paardjes, ik ga heel even met deze hier crossen. Deze dwerg is echt heel leuk met de paardjes buiten aan het spelen, dus die komt even niet terug. Vermaak jullie in de tijd dat ik eventjes met Dusty weg ben. Hey Emma. Ja, Chipcookie? Ik vind die Dusty maar raar. Hoezo? Hij heeft toch niks verkeerd gedaan? Ik bedoel ze. Nee, gewoon. Je hebt er nog niet horen praten. Ja, Dusty. Ik kan mijn paarden praten. Waarom praat jij niet? Ah, misschien nog een beetje verlegen. Nou, dat beestje praatte net tegen iedereen. Oh, waarom praat je niet tegen mij, Dusty? Ach joh, het zal wel. Zo erg is het niet. Gelukkig hebben andere mensen al voor me ingereden. En je bent nu mijn pony en ik stap gewoon in de stal op. Dus het kan vast geen kwaad. Nee, kijk, je bent er gewoon aan gewend. Ik vind je wel echt heel gek aan de teugel lopen. Je loopt zo perfect. Alleen je hoofdje is een beetje bewegerig. Zo, Dushi. Kom mee. Yo, je bent echt een goede dresseerpony. Dusty, ik zeg alleen Dushi. Ga op. Goed zo. Gaan crossen. Kom over de hek heen. Misschien is deze dwerg hier. En misschien is ze naar een andere weiland gebracht. Ja, ze staan niet meer in dit weiland. Nee, dat geeft niet heel veel. 1, 2, 3. Goed zo. Juist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dat hoeft er niet. Emma? Ja, Steve. Oh, wat heb je een nieuwe pony? Zoals altijd. Ja. Je moet echt stoppen met ponies kopen. Sorry hoor, Emma, je koopt echt te veel. Nou, ik vind het gewoon leuk en ik heb het geld ervoor. Ja, hoe kom je aan zoveel geld? Ik weet het niet. Gewoon, ik maak vlogs en ik paarden. Ik koop gewoon paarden die ik leuk vind. Vriend. Ik ga de politie bellen. Wat, Steve? Nee. Ja, hoe kom je aan zoveel geld dat je elke week een nieuwe pony koopt? Paard. Nog erger zelfs. En nu heb je een pony die super deluxe is. Die kostte waarschijnlijk heel veel geld. Ja, dat klopt maar. Nee, geen maar. Emma, ik ga de politie bellen. Ik ga er nog liever zelf in, man. Nou, ga dan maar snel in het zilverkleeddorp. Sure. Ik heb niks gedaan, Dusty. Jij gelooft me toch? Je kent me nog maar net. Alsnog. Ik ga denk ik daarheen. Ja, daar is het. Ze is ook dierarts, maar ja, ze zullen beide. Hallo. Oh, hallo mijn kind. Wat is er? De politie en de dierarts hier. Ja, ik moest hier van Steve heen komen omdat hij vindt dat ik te veel ponies kap en dat hij dat verdacht vindt. Oh, ja dus? Nou, ik weet dat jij elke dag heel hard werkt. Ik zie je altijd met je vlogcameraatje rondlopen. Plus, jij werkt bij mij, lieve schat. Ik weet toch dat jij gewoon alles goed doet? Dat je eerlijk je geld verdient? Ja. Nou, maak je dan maar geen zorgen meer. Oké, is goed. Ga nu maar weer lekker spelen. Of lekker met je paardje. Dankjewel, mevrouw. Doeg. Doeg. Och, wat had Steve ineens? Ik vertrouw dit helemaal niet. Zo heel erg. Ik vind het wel een klein beetje raar hoor. Dat het kleine beestje waarvan ze zegt dat hij zo jong is, al cross-country kan, plus dresseur en dan ook nog een super moeilijke stijger. Inderdaad, dit zaakje stinkt. Ik ga eens achter die Dusty aan.
Even kijken wat hij allemaal uitvoert met Emma. Ik vertrouw helemaal niks van. Ja, ik ook. Waar is Maya? Oh, ja, dat vroeg ik me ook af. Normaal hangt hij wel ergens in stal rond. Ja. Waar zit ze? Oh, daar. Zit ze nou gewoon te... Ligt ze nou gewoon te slapen? Seriously? Wajo. Hé, hey, Dangerforce is weg. Dangerforce is bijna nooit weg. Echt zo? Best wel vreemd eigenlijk. What? Caramel Dream? Ja? Waarom is hier zo anders uit dan andere Friese? Oh, ik ben een mix. Ik ben geen echt Friese. Ik ben een mix Friese. Oh ja, dat kan. Ja, de meeste Friese zijn wat tuttig en zo, maar dat ben ik gewoon niet. Ja, vooral van jouw mix. Die zijn er namelijk best veel. Ja, dat klopt wel. Inderdaad, dat is waar. Nou, ik ga maar weer hierin hoor. Ik voel me echt kapot, zo zonder Dangerforce. Alright, laten we zingen. Ja, sorry hoor, maar dit is echt veel te veel editwerk. De hele tijd moet de maker de hele tijd van camera wisselen, van paard wisselen. Het duurt veel te lang. Jongen, jongen. Ik mis Dangerforce. Nou ja, zo lang kan het niet meer duren. Woehoe! Oh, dat is wel een beetje te overdreven, hè, lieve schat? Wee, lekker over de veldjes. Woehoe! Nu is het tijd dat ik laat zien wie ik echt ben. Ho! Nee, ik heb geen aanwijs. Ho! En Dusty, wat doe je nou? Dusty! Je kan niet eens tijgeren. Ah! Dusty! Auw. Hier kom jij. Nee, je gaat er niet vandoor. Meekomen. Nee. Denk erom. Nee. 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 Dus die. Dit was nog maar het begin. Juist, goed zo. Hé, hey, je zat net in een westernbak, maar die western, dat soort western is eigenlijk eerder rodeo rijden en dat doen wij niet. Dat helpt niet. Ik wil echt eventjes dat je knotjes of zo krijgt hoor, dus die, dat is veel fijner ook. Dan heb ik meer controle, ik kan beter zien wat je gaat doen met je benen. Ja, dat ga ik even doen. We gaan even naar de kapper voor de paardjes. En die maken dat echt binnen 1 seconde af of zo. Met 100 mensen. Jongens, jongens. Ik ben terug. En het is echt super erg. Dat paard of die pony. Die stomme etterbak. Die is hartstikke gemeen tegen Emma. Hè? En Emma hoorde niet eens. Die was alleen maar bezig met hoe zij en hoe perfect ze dat beestje rijdt. Echt niet normaal. Nou, hoop jij komt Emma snel terug. Dan kan ik haar alles vertellen. En Angel Dancer, onze prachtige bruine springpaard. Helemaal bijna achterin is staan naast Apple Pie. Jij wist het al. Ik hoorde het wel dat jij hier tegen gaat praten en dacht van... Wat zegt hij nou weer? Zo, dit is echt veel beter. Zo. Laten we even terug naar stal gaan. We hebben wel genoeg gereden. Hoi paardjes, ik ben er weer samen met Dusty. Hihi, het was echt leuk. Emma! Ja, Snow Champion? Je moet Dusty niet vertrouwen. Dangerforce heeft je gevolgd. En hij zag wat hij deed. Het hoorde bij haar plannetje. Echt waar, ze wil nog veel erger gaan. Oh, Snow Champion. Dusty, is dat waar? Nou, en wat boeit mij dat nou weer? Dusty! Ik dacht dat je een lief schattig ponytje was. Ja, ik ben klein. Maar dat betekent toch niet dat ik onvolwassen ben? Oh, uit mijn stal. Prima. Ben ik toch weg van deze lelijke inktvissen. Oh.
Nou, ik vind het wel fijn, weer zonder dat kleine etterbakje. Snap ik, love friend. Ik vind het ook wel een klein doerakje. Nou, die is helemaal niet meer zo klein. Die ziet er klein uit en schattig, maar dat is hij niet. Nee, daar ben ik ook achter gekomen vandaag. Zeg, wanneer ga je weer eens op mij rijden? Oh, nee. Oh, Tommy. Mario, je hebt ook al een hele lange tijd niet op mij gereden. Jongens, rustig. Nee, we gaan niet zo'n standaard als paardenkonda praatje hiervan maken dat het altijd ruzie is op wie ik ga rijden. Dat is zo onorigineel. Ja, dat klopt wel, Emma. Maar probeer het wel een beetje te onthouden dat je dat gaat doen, oké? Ja, dat klopt wel. Nou, doei paardjes! Doeg!